I can see clearly now, the rain is gone. And I can see all obstacles in my way. Gone are the dark clouds when heavy blinds. It's gonna be a bright, so bright now. Leven voor jou, voor pijn van nachten, dat ik hier heel alleen. Leiden we zien we dan op je uit zitten. Je hebt me keihard voor gelogen, we zouden niet het. Nou wist ik dat hij anders was. Hij huilde zijn stoelen, auto's, tegen de poppen en een make-up van zijn zus. Hij was die Joost, hij is anders geaard. Nou, die Joost is anders geaard. Lekker zichzelf, dat is zeker wat waar. Maar Joost, hij is anders. Doe het je handen. Ja, la, 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 la. Waar zijn de gezelligste mensen in Leiden? Hallo allemaal, het is 5 oktober en we zijn in Amsterdam bij de Rai. Ik moet zingen op de woonbeurs. Dus heel wat anders, maar het zal druk aan het worden. En we gaan er gewoon een feestje van maken op de beurs. Leuk. Jongens, we zijn nu in de Rai Amsterdam bij Studio Henk. En hier gaat het zometeen gebeuren. Op dit kleine stukje podium achter mij. We zometeen lekker optreden. Dus tot zo. What a feeling. We were dancing on the ceiling. Oh, what a feeling. We were dancing. Ik probeer je steeds te ontwijken. En ik durf niet eens jouw kant op te kijken. Ik vang dat ik straks niet meer weet wat ik moet doen. Misschien ben jij nog een volgende liefde. Maar wat is als je naast me staat, zacht tegen me praat, gaat mijn hartslag volledig in het rond. Ga ik overslag en nooit meer aan de rem, ga mijn hartslag. Goedendag allemaal, het is vandaag 7 oktober op zondag. We zijn in Next Level in Almere. En we gaan zo meteen zingen voor een heel goed doel. De Dennis van der Zijde Foundation. Kijk even op hun website, die vind je hieronder. Heel veel artiesten vandaag in Almere en we gaan er gewoon een feestje van maken. Zo'n plekje waar ik geboren ben. Ja, een plek waar ik wat centen kan verdienen. Met mijn handen en soms ook met mijn zet. Maar ik wil dan wel een huisje opwielen. Zo'n huisje waar ik vroeger altijd zat. Samen met jou. Voor de tv-opnames wordt het broekje even afgespeld. Dankjewel, Mary. Au! Nee, dat kan niet. De vingers gaan erachter. Goedemiddag. Sinds 4 weken ongeveer heb ik al last van mijn stem. Een continu hees en een soort van kriebel, waardoor ik de hele tijd moet hoesten. Tijdens het zingen heb ik er ook last van. Als ik dan hoest, dan gaat het weer. En dan op een gegeven moment komt het weer terugzetten. Dus ik ga even naar de huisarts. Even naar laten kijken. En misschien dat ze me even wat voor kunnen schrijven. Want volgende week hebben we iets belangrijks te doen. Daar later meer over, want daar mag ik nog niet te veel over zeggen. Maar even naar de dokter, even naar laten kijken. En hopelijk... hebben ze een medicatie voor me.
Nou, ik kom net bij de dokter vandaan. Hij kan niet zo heel veel doen, maar ik krijg in ieder geval iets tegen het hoesten, waardoor de heesheid dus wat minder wordt. Dus we gaan kijken of dat werkt. We gaan het nu even ophalen bij de apotheek. En dan ja, flink aan de thee met honing en gember en dat soort dingen. Dus hopen dat het allemaal weer goed komt.